Ja, ik denk dat we goed onderweg zijn. We worden steeds fitter, merk ik ook aan de groep. En ik denk dat we morgen ook een mooi partijtje spelen hier in Duitsland. It's been good. We've worked pretty hard. If preseason isn't tough, then I think you're doing something wrong. So it's been hard work, but looking forward to the next couple of weeks and the start of the season. We staan ook aan de vooravond van een nieuw seizoen in de Eredivisie. Ja, hoe kijk jij naar het nieuwe seizoen? Nou, ik denk dat we nog wel wat stappen moeten maken richting Zwolle. Daar hebben we nog eventjes voor, maar ik heb er alle vertrouwen in. En wat voor stappen zijn dat dan? Nou ja, conditioneel als groep een beetje vaste dingen creëren. Ik denk dat we nu een aantal wedstrijden veel dingen hebben doorgewisseld. En ik denk dat we daar meer vastigheid in moeten hebben. I've just tried to work as hard as I can to get in the top shape. As fit as possible, and we still got a couple of weeks where I can keep doing that. Because this is maybe this season where you can show yourself from the start. Yeah, hopefully. We will see. I just have to work hard every day, play good in each game that I play, and then see where that takes me. Wat voor groep is dit? Hoe zou je deze groep beschrijven? Een hele open groep. Ik denk dat iedereen met elkaar goed onderweg kunnen. Ik vind ook dat die nieuwe jongens zich heel goed hebben aangepast. Die passen goed in het plaatje, dus wat ik al zei, ik heb er veel vertrouwen in. Do you have some personal goals for this season? Of course, I'd like to be playing a bit more and doing what I can, playing the football that I know I can. So, like I said, it's going to take a bit of hard work for now, and then when the season opener comes, hopefully I can show that I'm ready.